U vertelde net het verhaal van Floris. Wat doet zo'n verhaal met een school? Als het bekend wordt in een school, dan krijg je een hele grote emotie. Bijna paniek. Floris was een derde klasleerling. En daar moet je als school op ingrijpen. Daar moet zelfs hulpverlening op. Klasgenootjes raken geheel, ja, eigenlijk in een emotie, omdat ze het of nog nooit meegemaakt hebben of dat ze het niet kunnen plaatsen. Daar hebben we begeleiding op gezet. In ieder geval de mentoren, maar ook hebben we ruimtes ingericht waar leerlingen apart konden komen praten over Floris en over het probleem. Ja, en toen Floris zieker werd, ja, toen moest er echt nog meer begeleiding komen. Toen hebben de leerlingen, voordat hij kwam te overlijden, allerlei acties in touw gezet. Onder andere wat er op zijn begrafenis zou gebeuren. Er werd een dienst georganiseerd en uiteindelijk hebben leerlingen daar allemaal zelf hun aandeel in gehad. Al die ideeën en emoties die komen allemaal samen bij een Alpe d'Huez. Ja. Kunt u beschrijven hoe dat op het moment dat besloten werd om dat te gaan fietsen, hoe dat was? Op dat moment draait verdriet om in we kunnen nu iets doen, iets goeds doen. En voor leerlingen, en zeker tussen 12 en 15 jaar, is het hebben van een actie, we kunnen nu daadwerkelijk iets betekenen, is eigenlijk een ombuiging van verdriet naar actief bezig zijn met het probleem. Dus het is voor leerlingen goed, ja, natuurlijk ook voor de actie. Ja. En op een gegeven moment komt dat initiatief dan bij u terecht? Mijn zoon die was geselecteerd om binnen het Alpe d'Huez team mee te fietsen. Daar was hij heel erg gelukkig mee. En ze hebben vanaf u hebben ze er volledig voor ingezet. En het is ontzettend hecht team geworden. Want tijdens de wintersport, of de rit naar Winterberg, waar ze een weekend getraind hebben, hebben ze ook een heel emotioneel verhaal met elkaar een avond doorgebracht. Van hoe sta je tegenover kanker? Ben je ermee bekend? En dat schijnt enorm emotioneel geweest te zijn. Maar dat heeft zo'n enorme band tussen zowel de leerkrachten als de leerlingen bewerkstelligd. Dat het nu zo'n hecht team is. Dat ze natuurlijk met elkaar met deze dag proberen te helpen. Want niet iedereen heeft de doelstelling om 6 keer omhoog te gaan. Voor anderen is het al 1 of 2 keer een enorme prestatie. Maar ze proberen elkaar enorm te motiveren, maar ook duidelijk bewust te maken van dit zijn je grenzen en hou je eraan. Want het heeft geen zin om je kapot te fietsen voor een goed doel. Het heeft u ook gemotiveerd, want u bent meteen met kop en schouders eronder gaan staan en gezegd van nou, ik ga nu heel veel geld inzamelen. Een collega van ons die heeft een nichtje die acute leukemie heeft gekregen. Die dus totaal uitgeschakeld was, ook topsportster, tennis. En die kon het allemaal niet meer doen. Die moest een hele malle molen in op 15 jaar. Die is gelukkig erbovenop gekomen na 2 jaar. Nou, zo zijn er natuurlijk diverse relaties waarvan partners, kinderen, ouders geconfronteerd worden met deze ziekte. En ik wilde gewoon als dienst voor ook het team en het Cornet als school me inzetten en te ondersteunen van, ja, weet je, dit moet gewoon aandacht hebben en jullie moeten aandacht hebben, want het is wel heel bijzonder dat jongeren op deze manier een positieve bijdrage leveren aan iets wat ons allemaal kan treffen. Nou, wat ik heel graag, maar dat heb ik eigenlijk net al eerder gezegd, wij waarderen het enorm dat niet alleen onze leerlingen en docenten acties ondernomen hebben en dat de plaatselijke Albert Heijn ook een enorme sponsoring verricht heeft, maar dat ook een ouder binnen het netwerk van een bedrijf zich zo inzet om dit eigenlijk voor het goede doel voor elkaar te krijgen. En nou, daar wil ik je eigenlijk heel erg hartelijk voor bedanken. Bedankt.